Iedereen moet vrijheid hebben, ook al is het van vroeger of van de toekomst. En vrijheid moet gewoon voor altijd blijven. Waar ik aan denk op de 4e mei, aan mijn maatjes die het niet gehaald hebben. Wat herdenken we eigenlijk en waar hechten we waarde aan? Hè? Onze vrijheid, onze vrede. Ja, vrijheid voor mij betekent alles. Vrijheid moet gewoon voor altijd blijven. Zullen we proberen om dat nooit meer te laten gebeuren? Dat we niet meer op die manier met elkaar ruzie moeten maken? Mijn moeder is Joods en die is opgepakt. Opgepakt omdat ze geen ster wilde dragen op de jas. Mijn overgrootvader is het laatste half jaar van de oorlog gaan onderduiken omdat hij niet wilde werken in Duitsland. Het verhaal van vroeger is net zo goed het verhaal van nu. Heftig, maar wel goed dat ze worden verteld. De eerste tijd toen hij hier was, voelde hij zich heel eenzaam. Ik ben altijd zo blij geweest dat ik daarna kon leven in vrede. In een tijd dat er geen oorlog was. En natuurlijk zijn er heel veel dingen vergeten langzamerhand. En dat moeten we niet doen. Welkom bij deze speciale uitzending in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking hier in Madurodam op 4 mei. Mijn naam is Samir. En mijn naam is Taco. En verschillende kinderen spraken met veteranen. Onder andere Samir deed dat. U ziet in deze uitzending voorbij komen veteraan Rudy Hemmes, die in november helaas is overleden. Ook ziet u voorbij komen YouTuber Kwebbelkop en politicus en schrijver Jan Terlouw. Maar we beginnen met wat anders, toch? Ja, we beginnen met de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Wat vindt u van de Nationale Kinderherdenking? Dat vind ik een heel goed iets. Ik ben zelf altijd op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Maar het is heel goed dat hier in Madurodam, waar ook een dam is, hè, dat er een kinderherdenking is. Was u als kind dan met dit onderwerp bezig? Ja, een beetje. Bij ons thuis, als het dan 4 mei 8 uur was, dan werd het stil. Ik heb ook geluisterd naar de verhalen van mijn opa, die als jonge vader in de Tweede Wereldoorlog ineens werd opgepakt en meegenomen werd naar Duitsland om daar in een fabriek te werken tegen zijn zin. Of aan mijn vader, die in de oorlog in Amsterdam woonde en heel veel honger had. En omdat hij honger had in Amsterdam, mocht hij naar Texel. Mocht hij bij een bakker in de hongerwinter blijven, om een beetje aan te sterken. Ja, dat zijn de verhalen die ik van vroeger meekreeg. Waar denkt u aan op 4 mei? Ik ben altijd onder indruk als ik op de Dam sta, dat het helemaal stil is. Het enige wat je dan hoort is het fladderen van meeuwen. En je weet dan dat we allemaal stilstaan bij de doden uit de Tweede Wereldoorlog. En mensen die uitgezonden zijn later en het leven hebben gelaten. Dus ik denk aan die mensen. Ik denk aan mijn vader die niet meer leeft, aan mijn opa die natuurlijk niet meer leeft. En ik denk ook aan, zullen we proberen om dat nooit meer te laten gebeuren. Dat we dat gewoon de les leren uit de Tweede Wereldoorlog. Dat we niet meer op die manier met elkaar ruzie moeten maken en zulke verschrikkelijke dingen moeten doen. En toch gebeuren ze nog steeds. Zou u niet liever hier zijn dit jaar? Dat zou ik best willen, maar ik ben ook lid van het Nationaal Comité 4-5 mei. En daarom wil ik ook op de Dam in Amsterdam zijn. Maar ik zal beloven dat ik in de toekomst een keer hier kom en dan bij jullie samen hier in Madurodam ga herdenken. Heeft u nog een boodschap voor de jeugd? Lees de verhalen. Wij moeten van de geschiedenis leren. En jullie zijn jonge mensen, je hebt de toekomst voor je. Sta ook stil op 4 mei en denk na over hoe je zelf in je eigen omgeving kunt voorkomen. Ja, dat je elkaar letterlijk naar het leven staat en met elkaar op de vuist gaat. En hoe je de vrede met elkaar kunt bewaren. Wilt u alsjeblieft van mij en ons allemaal de groetjes doen aan de koning? Oh ja, dat zal ik doen. Ja. Okay, dank u wel. Ja, dank u wel. Dan. Iedereen kent natuurlijk Madurodam. Maar wist je dat Madurodam is genoemd naar meneer Maduro en dat het eigenlijk een oorlogsmonument is? Kom, ik leg je uit hoe het zit. Op 15 juli 1916 wordt op Curaçao een jongen geboren. Zijn naam is George. Zijn familie is rijk en woont in deze mooie villa. George groeit op in de zon van het tropische eiland, net als ik. Als hij 10 jaar is, verhuist hij naar Nederland. George gaat hier in Den Haag naar school. De jaren in Den Haag zijn voor George een leuke tijd zonder zorgen. Hij gaat studeren en volgt tijdens zijn diensttijd de school voor de officieren in het Nederlandse leger. Hij leert hoe je leiding moet geven in het leger. In 1940 vallen Duitse soldaten Nederland binnen. Den Haag komt onder vuur te liggen en wordt gebombardeerd. In de Alexanderkazerne, waar George en zijn collega's wonen, komen 66 mensen en meer dan 100 paarden om. George krijgt in de oorlog meteen een moeilijke taak. Aan de rand van Den Haag hebben Duitse parachutisten een belangrijke plek veroverd: Villa Torpa.
Die Duitsers moeten uitgeschakeld worden. Er moet voorkomen worden dat ze vanuit deze villa de brug oversteken en Den Haag kunnen bezetten. Maar het Duitse leger heeft veel betere wapens dan de Nederlanders. Alleen met een heel slim plan kunnen ze deze veel sterkere vijand verslaan. George heeft zo'n plan. Samen met zijn mannen schiet hij het enige zware antitankgeschut wat ze hebben af op de villa. Precies 5 schoten. Na het laatste afgesproken 5e schot rent George meteen de brug over als eerste. Hij gaat voorop in de strijd. De Duitsers beschieten de aanstormende George en verstoppen zich daarna in de kelder van de villa. Als eerste gaat George de villa binnen en samen met zijn mannen maakt hij de Duitse parachutisten krijgsgevangen. Hij verovert de villa terug op de Duitsers en bevrijdt de bewoners. Op 15 mei 1940 geeft Nederland zich over aan de Duitsers. Duitse soldaten arresteren George en sluiten hem 7 maanden op in de gevangenis van Scheveningen. Als hij wordt vrijgelaten, duikt George onder in Den Haag en doet hij mee in het verzet tegen de Duitsers. In 1943 heeft George een nieuw plan. Hij wil naar Engeland om vanuit daar te helpen bij de bevrijding van Nederland. Maar George wordt verraden. De Duitse geheime politie pakt hem op en zet hem gevangen in Duitsland. In mei 1944 wordt zijn gevangenis gebombardeerd. George heeft de kans om te ontsnappen. Maar uit het puin ziet hij een bewegende hand steken. George besluit om zijn medegevangenen te redden en graaft hen uit. Deze hulp kost tijd. Te veel tijd. De Duitsers pakken George weer op en zetten hem weer gevangen. In de herfst van 1944 wordt George overgebracht naar concentratiekamp Dachau in Duitsland. Zijn lichaam wordt steeds zwakker. Op 9 februari 1945 overlijdt George in Dachau. 11 weken voordat het kamp wordt bevrijd door de Amerikanen. Na 5 jaar oorlog wordt Nederland op 5 mei 1945 bevrijd. George maakt zijn droom van de bevrijding van Nederland niet meer mee. Maar zijn heldhaftige optreden heeft diepe indruk gemaakt. Na de oorlog wordt George door koningin Wilhelmina geëerd met de hoogste militaire onderscheiding. Ridder in de militaire Willemsorde. De vader en moeder van George hopen dat hun enige zoon nooit vergeten zal worden. Ze zorgen voor een blijvende herinnering. Maar de Rodam. Deze herinnering groeit uit misschien tot het vrolijkste oorlogsmonument ter wereld. Elk jaar op 4 mei tijdens de Nationale Kinderdenking in Madurodam staan we met kinderen stil bij het verhaal van George Maduro. En bij de verhalen van anderen die een oorlog hebben meegemaakt. Als alle kinderen snappen dat we mede dankzij hen en George in vrijheid mogen leven, worden wij enthousiast om ook iets voor anderen te betekenen. Herdenken voor mij is belangrijk om stil te staan bij de mensen die je niet gekend hebben. Maar die er wel voor gezorgd hebben dat jij lekker vrij kan zijn nu. Dat je kan doen wat je wil, dat je kan zijn wie je bent. Dat vind ik ook ongelooflijk belangrijk. Hoi, ik ben Jordi van den Bussen. Mensen kennen me ook wel als Kwebbelkop. Ik ben een YouTuber, een influencer, doe nog een hoop andere dingen en ben 27 jaar oud. Je had het best van Duitsers. En je wilde de Engelsen helpen om ze eruit te krijgen. Ja, mooi dat hij het zo nog kon vertellen destijds. Heel belangrijk voor de jeugd, voor de toekomst. Dat we vertellen wat er allemaal gebeurd is in het verleden. De goede dingen, de slechte dingen. Om er zo voor te zorgen dat het niet nog een keer gebeurt. Ja. Vrijheid voor mij betekent alles. Je mening kunnen uiten, kunnen zeggen wat je vindt. Kunnen zijn wie je bent. Kunnen worden wat je wil worden. En je kan klagen over de kleine dingetjes. Maar als je weet wat daar voor nodig was en wie daarvoor gevochten hebben, dan ga je toch wel even goed nadenken. Waar ik aan denk op de 4e mei, aan mijn maatjes die het niet gehaald hebben en overleden zijn in de oorlog. Het belangrijkste wat er is en de kosten wat kost, vrijheid beschermen. En ik zal er ook alles aan doen in mijn hele leven om ervoor te zorgen dat wij in ieder geval hier in Nederland zo vrij mogelijk kunnen zijn en dat iedereen ook weet dat dat toegestaan is. Ik ben er helemaal voor dat nog meer mensen weten wat de verhalen waren. Als wij niet dit delen met mensen en dit soort verhalen delen.
dan kan het zo nog een keer gebeuren, zonder dat we het doorhebben. Het doorgeven van verhalen over vrijheid aan kinderen en jongeren is nu belangrijker dan ooit. Daarom organiseert Madurodam dit soort gesprekken en schoolprojecten in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking. Bram, Ian en Mohammed gingen in gesprek met politicus en schrijver Jan Terlouw. Hallo jongens. Hallo. Komen jullie kijken bij de schapen en de lammen? Ja. En jij bent? Mohammed. Jij bent Mohammed. Ja. Hi. Ik ben Bram. En jij bent Bram. Dag ja. Bram. Ja, ik ben Ian. En Ilan, wat leuk dat jullie hier zijn. Ja, zeker. En dit zijn onze schapen. 6 schapen en 8 lammeren. Die zijn het laatst geboren. Dat is schaap nummer 2. Oh ja, oh, dat heeft... naam. Het laatst geboren zijn nog het kleinst. Zie je wel, die lammetjes. Ja. Maar ze worden al groot. Mooie tijd, hè, het voorjaar. Zeker. Dat er allemaal weer blaadjes aan de bomen komen. Wat zullen we doen? Binnen een gesprekje gaan voeren met elkaar? Ja, goed idee. Doen we. Ja. Gezellig dat jullie er zijn, ja, jongens. Zeker. We zijn op bezoek bij Jan Terlouw om te praten over vrede, vrijheid en herdenken. Dat vind ik heel erg bijzonder, omdat het een heel bijzondere man is. Voeten vegen. Ja. Kan hier op de mat. Welkom, jongens. Ik vind het geweldig dat jullie over deze dingen na willen denken. Niet alleen maar voetballen, dat is ook leuk. De helft van je leven besteden aan lichamelijke oefening en de helft over nadenken. En verantwoordelijkheid nemen. En dat zijn jullie aan het doen en daar word ik heel blij van. Hoe voelde u zich in de oorlog en denkt u hier nog eens aan? De oorlog die heeft heel veel indruk op me gemaakt. Ik ben hem nooit vergeten. En ik denk dat een beetje wie ik geworden ben en hoe ik over dingen denk te maken heeft met wat ik in de oorlog meemaakte. En nu is die oorlog terug in Oekraïne, in Europa. En een heleboel dingen komen weer terug in mijn herinnering. Kapotgeschoten huizen, mensen op de vlucht, mensen met honger, mensen die gewond zijn. Daar moet ik nu weer heel erg aan denken, nu die oorlog er is. Ik word heel verdrietig als ik de beelden uit Oekraïne zie. En dan moet ik ook denken aan de dingen die u beschrijft in uw boek Oorlogswinter. Denkt u dat de oorlog in Oekraïne nu een beetje op de oorlog die u hebt meegemaakt lijkt? Nou, oorlogen lijken eigenlijk in zoverre op elkaar dat het bijna altijd burgers zijn die er niets mee te maken hebben. Die die oorlog helemaal niet hebben gewild en die moeten meemaken vreselijke dingen. Dat er, de mensen worden doodgeschoten, dat er honger is, dat er angst is. En dat, ja, in zoverre lijkt het ook weer op die oorlog die ik heb meegemaakt. Ja. Wat inspireerde u om over de oorlog te schrijven? Toen mijn kinderen de leeftijd bereikten die ik had in de laatste moeilijke oorlogswinter. Toen werd ik 13 jaar in dat jaar. En toen mijn kinderen zo oud werden, toen vroegen ze, hoe was dat dan? He, toen jij zo oud was als wij. Hoe was dat dan? En ik vertelde daarover. En ik dacht, er zijn natuurlijk een heleboel kinderen die hetzelfde hebben. Die denken, goh, hoe was dat dan? Toen mijn ouders die leeftijd hadden. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik proberen er een boek over te schrijven. Niet alleen aan mijn eigen kinderen over vertellen, maar in een boek aan alle kinderen. Hoe heeft u de gedachte van de oorlog kunnen verwerken en een beetje achter u kunnen laten? De tijd doet wonderen, hè? Er gebeuren allerlei andere dingen. Ik ging naar andere scholen en ik ging naar de universiteit en ik trouwde en ik kreeg zelf kinderen. En van lieve leven vaagt het dan een beetje. Maar echt vergeten ben ik het nooit hoor. En daar heb ik de oorlog van Oekraïne niet voor nodig om er weer helemaal aan te denken. Mm-hmm. Ik wist het nog altijd en ik ben altijd zo blij geweest dat ik daarna kon leven in vrede. Ja. In een tijd dat er geen oorlog was. Ik heb altijd een van de belangrijkste dingen, help mee om de vrede te bewaren. En misschien ook wel in het gewone leven, maak geen ruzie als het enigszins kan. Probeer, als je het met iemand niet eens bent, om hem te begrijpen. Probeer te begrijpen wat die ander vindt als hij het niet met je eens is. Maak niet meteen ruzie, maar ga praat met elkaar, ga het gesprek aan. Dan komt het niet tot oorlog, maar tot elkaar begrijpen. En misschien wel tot een moment dat je zegt, oké, daar denken we verschillend over. Maar ik respecteer wat jij vindt en jij respecteert wat ik vind. En we gaan niet vechten. Jullie zijn 10, 11, 12 jaar, hè? En weten jullie waar jullie naartoe op weg zijn? Om staatsburger te worden. Jullie zijn straks 18, 21, heb je stemrecht. En dan mag je meedoen aan de inrichting van de samenleving. En dat is een hele mooie verantwoordelijkheid.
Dan mag je meedoen aan proberen de goede dingen te doen. Wat is uw belangrijkste boodschap voor de kinderen van nu? Werk voor vrede. En je kunt alleen aan vrede werken als je het begrip vrijheid goed invult. Niet doen wat je wilt en heb begrip voor elkaar. Probeer elkaar te begrijpen, dan krijg je minder ruzie. En ruzie moeten we niet hebben. Vrede is zoveel mooier. Een begrip voor elkaar en zorgen dat iedereen erbij mag horen. Heel belangrijk. De Tweede Wereldoorlog is nu heel lang geleden. Even rekenen, 45, 55 plus 23, 78 jaar geleden. En natuurlijk zijn er heel veel dingen vergeten langzamerhand. En dat moeten we niet doen. Want voordat je het weet, zijn we het zoveel vergeten dat we niet meer hard vechten om het niet meer te laten gebeuren. En toch is dat nodig. Dus ik denk dat herdenken, dat dat belangrijk is. Niet vergeten wat er ook kan gebeuren. En dan blijf je vanzelf ervoor vechten om het niet te laten gebeuren. En daar kan iedereen een beetje aan bijdragen. Ook in het gewone leven. Zijn er nog speciale mensen aan wie u denkt op 4 mei? Mensen die ik ga herdenken. Ach jongens, ik ben 60 jaar getrouwd geweest met een Joodse vrouw. Je kunt je voorstellen, een Joodse vrouw die heel veel familie heeft verloren in de oorlog. Die zijn vermoord in concentratiekampen. En daar denk ik dan aan. Met name, vooral. Ja. Zou er ooit een tijd komen dat er vrede is op aarde? Dat willen we natuurlijk ontzettend graag, maar dan moeten de mensen minder hebzuchtig worden. En dan moeten de mensen begrijpen dat je niet door kunt gaan met het mensen in het arme zuiden uit te buiten. En daar de dingen weg te halen. Dat zou het belangrijkste zijn. Niet alles voor jezelf, maar ook voor armere landen. Dan zou je wereldvrede maken als je dat doet. En jullie zijn nog jong en misschien gaan jullie nog een eindje in die richting opschuiven. Dat hoop ik zeer. Iedereen moet vrijheid hebben, ook al is het van vroeger of van de toekomst. En vrijheid moet gewoon voor altijd blijven. Het doorgeven van verhalen over vrijheid aan kinderen is nu belangrijker dan ooit. Daarom organiseert Madurodam elk jaar de Verhalendag. In aanloop naar de Nationale Kinderherdenking op 4 mei. Wat herdenken we eigenlijk en waar hechten we waarde aan? Hè? Onze vrijheid, onze vrede. En dat begint met een verhalendag. Hallo allemaal! Wat goed dat jullie er allemaal zijn. Hier is geen oorlog, maar op andere plekken in de wereld is dat wel het geval. En ik denk daarbij stilstaan door die verhalen die we vandaag gaan horen. En daar dankbaar voor zijn dat herdenken is. Jongens, het was een verschrikkelijke tijd toen. Want de Duitsers vielen in het jaar 1940 ons land binnen. En die hadden een hekel aan Joden. En mijn moeder, Sam's overgrootmoeder, was Joods. En de Duitsers wilden de Joden eigenlijk allemaal vermoorden. Het is natuurlijk wel heel bijzonder om dit verhaal te mogen vertellen aan zoveel kinderen. En het staat natuurlijk wel ook op een mooie plek. Ja, het verhaal van vroeger is net zo goed het verhaal van nu. Dat is waardoor je het zo ongelooflijk, waardoor het zo fijn en belangrijk is dat je het kan vertellen. Want als je nu om je heen kijkt, zo vlakbij, wat er nu in Oekraïne weer gebeurt. Het is zo verschrikkelijk dat we gewoon nog steeds elkaar kapot maken. Het komt best wel dichtbij. Dus dat is wel dat je denkt, kijk, wij kunnen nu ook binnenkort gewoon in oorlog zijn. En dat is natuurlijk wel iets om over na te denken. Natuurlijk heeft mijn moeder heel lang gehoopt dat haar vader en broers terug zouden komen uit de oorlog. Maar dat gebeurde niet. Ze waren alle drie in de kampen vermoord. Veel ouders, veel papa's en mama's, die werden door de politie weggestuurd. Naar een kamp of naar een gevangenis. En ook veel ouders, die kwamen zelfs nooit meer thuis, zoals we dat net ook hebben gehoord. En dat maakte heel veel mensen bang. We zijn allemaal oorlogsverhalen aan het herdenken. En wat vind je ervan? Bijzonder en belangrijk. Die Tweede Wereldoorlogverhalen vind ik droevig, omdat mensen gaan dood. Om het zo regelrecht van iemand te horen is natuurlijk echt heel, heel heftig en indrukwekkend. Dus het maakt heel veel indruk op mij. Mijn overgrootvader is het laatste half jaar van de oorlog gaan onderduiken omdat hij niet wilde werken in Duitsland. Maar op 29 maart 1945 is hij verraden. Samen met 9 anderen is hij naar kamp Oxerhof bij Zutphen verplaatst. En op 5 april 1945 is hij daar om het leven gebracht.
gefusieerd door de Duitsers. Vroeger gebeurt dat dan ook nu. Het is nooit gaan veranderen. Oekraïne en Rusland hebben nog steeds oorlog. En sommige landen ook. Sommige landen zijn overgenomen en dat vind ik niet zo erg goed. Je ouders zijn er nog om te werken in de oorlog. Hoe was het de eerste tijd toen je hier was? De eerste tijd toen hij hier was, voelde hij zich heel eenzaam. Omdat zijn moeder niet kon komen, omdat ze in Oekraïne werkt voor de oorlog. Maar nu is hij er wel aan gewend en nu gaat hij ook gewoon naar school. Maar natuurlijk mist hij zijn ouders nog heel erg. Heftig, maar wel goed dat ze worden verteld. Waarom? Omdat er wordt iedereen zich nog bewuster van alle vreselijke dingen die zijn gebeurd. Dat je gewoon dankbaar moet zijn voor de vrijheid dat je hebt gekregen. Het is heel mooi dat ze het vertellen. Het zou eigenlijk meer en vaker moeten zijn. Op zo'n dag als vandaag zie je van, oh, maar kinderen kunnen heel veel aan. En kinderen zijn met dingen bezig waar wij ook mee bezig zijn. Dus het verrast gewoon dat je denkt, oh, zie je wel dat kinderen dit belangrijk is voor kinderen ook. Dat is wel heel belangrijk. Waarom? Omdat het nooit meer mag gebeuren. Oh, voor een ander. Niet ik, maar wij. Dat we in gezamenlijkheid iets willen bereiken in deze samenleving. Nou, dat kunnen we heel groot maken, kunnen we heel klein maken. Het begint met je vriendje, vriendinnetje, iedereen die naast je staat. Laten we alsjeblieft naar elkaar blijven luisteren en nieuwsgierig blijven naar elkaar. Het zou zo ontzettend helpen om oorlog te voorkomen en dus om vrijheid te bewaren. Vrijheid is eigenlijk wat iedere mens moet hebben. Want het maakt niet uit van, misschien heb je een donker getint huid of misschien heb je een ander geloof. Het maakt eigenlijk niet uit van ja, wat je bent. We zijn allemaal eigenlijk gelijk. Het is niet oorlog in mijn land, dus ik heb er geen last van. Alleen, het is nog steeds vrijheid over de wereld. Er bestaat niet meerdere vrijheid, er bestaat maar één vrijheid en dat is over deze hele wereld. Hoi, ik ben Pasha. Ik kom uit in Oekraïne. Ik ben 15 jaar ouder. Ik woon in Nederland bijna 1 jaar. Я пішов з України із-за того, що в Україні почалась війна. Моїй матері це не сподобалось, із-за цього я мушу піти з України до Нідерландів. Мені було тоді тільки 14 років, моїй молодшій сестрі тільки 9, а старшій тільки 18. Ми пішли з України з моєю бабусею. Мені не подобається, що в Україні зараз відбувається війна, і це дуже погано як для інфраструктури, так і для подальшого життя в Україні. Після війни дуже багато буде проблем, десь хтось не зможе працювати, хтось десь не зможе більше жити, їм прийдеться піти. Це дуже погано, тому що це їх рідний дім. В мене немає дуже багато було часу, настрою за того, що моя мати та мій тато не можуть попасти до Нідерландів із-за того, що вони військово зобов'язані, вони не можуть переїхати, не можуть нічого зробити. Вони мушені працювати там, і мене це дуже розчаровує, тому що я би хотів би їх би побачити, але я розумію, що вони потрібні там допомагати. Вони не можуть приїхати до сюди, та моя сестра дуже часто плаче із-за того, що вона не так часто розмовляє з матою та з татом. Я бачив, що зараз відбувається зараз з Україною, і це мені не дуже подобається. Це дуже погано. Я хочу, щоб це все закінчилося. Я не хочу більше, щоб хтось мав страх бути вбитими російськими військами або щось ще, ракетою або ще. Я хочу це зупинити. Zoals beloofd op vele verzoek nog één keer het verhaal van acteur Bram van der Vlucht. In 1934 werd hij geboren hier in Den Haag en als kind maakte hij de Tweede Wereldoorlog mee. In december 2020 overleed hij aan de gevolgen van corona. En in de lente van dat jaar wilde hij heel graag zijn oorlogsverhaal delen. Voor de kinderen, voor ons en voor u. Het is 1945. Ik ben 10 jaar oud en het is al bijna 5 jaar oorlog. Ik woon met mijn vader en moeder en mijn grote broer Fred in Scheveningen. Maar daar moesten wij weg van de Duitsers.
Je mocht niet meer wonen in Scheveningen. Alles dicht bij de zee was verboden gebied, dus we zijn verhuisd naar Den Haag. Naar de Amalia van Solmstraat in het Bezuidenhoutkwartier. Daar zijn we veilig, zegt mijn vader. Hier kan niks gebeuren. Dan is het 3 maart. Mijn vader is al heel vroeg 's morgens op de fiets gestapt en naar helemaal naar Noordwijk gegaan omdat hij wist dat je daar nog meel kon kopen om brood te bakken. En wij zijn thuis, mijn grote broer Fred en ik, met Sin, onze kinderjuf. Want mijn moeder is er niet. Mijn moeder is er al meer dan een jaar niet. Mijn moeder is Joods en die is opgepakt. Opgepakt omdat ze geen ster wilde dragen op de jas. Als je Joods was, dan moest dat van de Duitsers. En daar had ze geen zin in. Had ze die ster nog wel op de jas genaaid, dan was het waarschijnlijk beter met haar afgelopen. Mijn vader is niet Joods. En opa en oma, de ouders van mijn vader, die zijn die dag, 3 maart, ook bij ons. En dan is het 9:00 's morgens. We horen sirenes loeien. Luchtalarm. Ah, zegt grote broer Fred, die 14 is en alles weet. Ah, daar zijn ze weer, de Engelsen. De Engelsen bombarderen namelijk al een paar weken Scheveningen, het verboden gebied waar de Duitsers zitten en waar wij vroeger woonden. En uit het slaapkamerraam kan je dan de vliegtuigen zien en je kunt ook zien waar de bommen vallen. Goed zo, zegt Fred, bombardeer ze maar. De oorlog kan nou niet lang meer duren. Maar dan gaat alles anders. Het geluid is heel anders en veel sterker. De bommen vallen dichterbij. Nou, wij dus weg van dat raam en snel schuilen onder de trap. En daar zitten we met z'n vijven onder de trap. Opa, oma, Sin, Fred en ik. En meteen na de eerste bommen rennen Fred en ik naar buiten. Ja, we weten hoe het altijd gaat. De bommenwerpers blijven 10 minuten weg. Dat is altijd zo. En daarna komen ze terug. Op straat vinden we bomscherven die nog warm zijn. Moet je kijken, zegt Fred. Hier, wat een grote. Die is nog warm en die is veel groter dan jouw bomscherf. Ja, nou, de 10 minuten zijn bijna om. En wij weer terug met onze buit onder de trap bij opa en oma. Waar is papi toch? Vraagt Fred. Ja, joh, die is naar Noordwijk om meel te kopen. Nou, als die maar niet al op de terugweg is. Oh, de tweede aanval is veel dichterbij. Wij weer naar buiten. Er is een serie bommen bij ons in de straat gevallen. Ja, nou durven wij geen scherven meer te zoeken. En we rennen weer naar huis. En op straat horen we geschreeuw, gegil, paniek. En de derde aanval, weer 10 minuten later, maar nu aan de andere kant van ons. Op de Schenkade. Ons huis is niet geraakt, maar er is wel overal rook en vuur en de halve straat staat in brand. We moeten proberen weg te komen, maar ja, waar naartoe? Opa en oma kennen mensen in Voorburg en zeggen, ga jij daar maar naartoe, zeggen ze tegen Sin. Ga jij maar met de kinderen, wij zijn oud en wij blijven hier wel wachten tot vader Bram terug is. Samen met Sin rennen Fred en ik door de straat naar de Schenkade. Ja, op goed geluk die kant op. Maar waar moet je naartoe? In ieder geval niet de andere kant op. Want daar komt de wind vandaan. En daar brandt het. Weg van dat vuur. En er zijn veel vluchtende mensen. Veel geschreeuw. Op de Schenkade is de chaos nog veel groter. We zien dode mensen. En wat moet je nou naar links of naar rechts? Als je naar Voorburg wil. En we moeten een heel eind lopen. En ik herinner me dat ik onderweg bedacht, het zijn helemaal geen Engelsen. Dit zijn natuurlijk Duitse bommen. Dit is de manier waarop de Duitsers denken de oorlog te winnen. Ja, heel Den Haag plat bombarderen. En pas heel veel later hoor ik dat het wel Engelse bommen waren. Ja, het was een vergissing. We vinden het huis van de vrienden van opa en oma en daar mogen we blijven logeren. Mijn vader is op de terugweg uit Noordwijk met een zak meel achter op zijn fiets. En boven Den Haag ziet hij hele grote dikke rookwolken en hij zegt, ah, goed zo, ze zijn weer het Benoordenhout aan het bombarderen daar waar de Duitsers zitten. Maar hij komt dichterbij en dan denkt hij van nee, het is het Bezuidenhout
waar ik woon. En dan maakt zich zorgen en hij fietst harder en allerlei rare dingen met brand en puin. En komt hij eindelijk in de straat, buiten adem, en vindt daar thuis alleen nog maar zijn vader en zijn moeder. Waar zijn de kinderen? Ja, rustig nou maar, Bram, rustig. Die zijn veilig, hopen we. Die zijn naar Voorburg gevlucht. En er staat een harde wind. En de brand komt wel steeds dichterbij. Opa en oma gaan ook weer weg. En er raast een fonkelregen door de straat. En toch gaat mijn vader proberen zoveel mogelijk spullen uit huis op straat te zetten. Ja, dat doet iedereen. Je moet de dingen uit het huis halen, dus redden wat er te redden valt. Een stoel, een koffer, een doos met servies. Trap op, trap af. Pakken wat je pakken kunt en vooral niet te lang binnen blijven. En op een gegeven moment merkt mijn vader dat hij uit huis komt met in zijn hand een rol wc-papier. Hij denkt dat hij gek wordt. Maar aan de overkant, schuin aan de overkant, nummer 133, bij de familie Pas, daar is pas echt een ramp gebeurd. Er is één bom in de voortuin terechtgekomen, één bom in de achtertuin. Het hele huis ligt in puin. En ze zijn moeder Pas kwijt. Ze weten wel dat moeder Pas ook onder de trap zat te schuilen en dat ze daar vandaan is gegaan om naar de slaapkamer te gaan, want daar lag een tas met heel veel geld en die moesten natuurlijk redden. Het is namelijk zo dat vader Pas had 5 winkels in Den Haag en de vorige dag had hij net 1 van die winkels verkocht. In de oorlog gaat dat natuurlijk met contant geld en al dat geld zat in die tas en dat was nogal wat. Maar na de bombardementen van moeder Pas geen spoor. Het huis in puin. Het vuur komt dichterbij. Al gauw staat het hele huis in lichte laaien. En pas als het uitgebrand is, kunnen ze verder gaan zoeken naar moeder. Maar ze kunnen er nergens vinden. Dagen niet. En vader Pas zet een advertentie in de krant. Dat deden ook veel mensen. En daar staat dan in: oproep. Kan iemand mij inlichtingen verstrekken omtrent mijn vrouw Corrie Pas van Leeuwen, gewoond hebbende, enzovoort. Niets. En 2 weken later vinden ze moeder Pas in de gang, onder het puin, waar ze al die tijd overheen hebben gelopen. Haar lichaam is verbrand. En alleen in haar verbrande hand nog de beugel van die tas, waar het geld in heeft gezeten. De volgende dag is ons huis ook afgebrand. Mijn vader heeft ons gelukkig kunnen vinden in Voorburg. En 2 maanden hebben we daar in 1 kamer geleefd met z'n allen. En ik geloof dat ik het nog gezellig heb gevonden ook. Het is misschien raar dat ik na 75 jaar aan jullie wil vertellen wat ik nog weet van het bombardement op de Zuiderhout. Maar ik wil het vertellen. En waarom? Omdat het goed is dat dit soort verhalen wordt doorverteld en opgeschreven en voorgelezen. Ook mijn verhaal. Het is maar een kleinigheid in de alle verhalen, maar het mag niet worden vergeten. Ook niet na 75 jaar. Tot zover deze speciale uitzending in aanloop naar de Nationale Kinderherdenking hier in Madurodam op 4 mei. Ja, waar Samir de presentator is en waar jong en oud op hun eigen manier herdenken en stilstaan bij vrijheid. Natuurlijk zijn jullie allemaal welkom, jong en oud, om hier live aanwezig te zijn bij die Nationale Kinderherdenking op het plein van Madurodam op 4 mei. En het is ook te volgen op Omroep West. Ja, precies, via de livestream. Meer informatie kunt u vinden via nationalekinderherdenking.nl en we hopen u allemaal te zien op 4 mei. Voor nu dank voor het kijken. Dag. Doei.